Van de week kregen we een belletje dat er een huisontruiming was op Urk. Ja, en dan zit je met allemaal vogels die ergens heen moeten. En ja, hier zijn ze nu. Vrij uitzonderlijk dat er in één keer zo'n hele grote groep komt. Hebben jullie daar ooit voor gestaan als asiel? Nee, we hebben wel eens grotere aantallen gehad met andere dieren. Maar niet zo hoog. Vogels leveren ook nog wel wat geld op. Nou, dit was een kwestie van de deurwaarde. Maar wat kosten nou deze vogeltjes gemiddeld? De officiële prijs ervoor die varieert een beetje. Ik geloof dat dit tussen de 5 en 15 euro zit. Maar het zijn dus eigenlijk niet hele bijzondere vogels die we hier aantreffen. Het is ook wel een beetje net wat je definitie van bijzonder is. Nou ja, ik hoor wel eens dat er van die foyers worden leeggeroofd omdat daar vogels van 60 euro per stuk in zitten. Maar dat zijn deze niet. Nee, dat klopt. Dat zijn ze niet inderdaad. Wat betekent dat nou voor een asiel dat hier ineens 150 vogels zijn? Nou ja, goed. We moeten natuurlijk in ieder geval straks weer gaan zorgen dat ze weer zo snel mogelijk een huisje krijgen. Dus ja, en qua verzorging is het natuurlijk iets meer. En toen zag ik net dat er een ontsnapt. En is het nou zo dat je de halve dag achter vogels zit aan te vangen? Nee, het valt op zich reuze mee. Nou ja, in dit geval gebeurde het dus net even omdat het voer erin gezet en hij glipt er net langs me heen. Maar over het algemeen blijven ze wel redelijk, ze gaan meestal wat boven in de kooi zitten. Dus dan kun je onderin wat makkelijker werken, maar die was me net wat te rap af. Ja, ik hoop dat ze in ieder geval allemaal zo snel mogelijk ergens onderdak vinden. Maar daar ben ik op zich niet zo heel bang voor, hoor. Het zijn leuke kleine vogeltjes, dus die zijn ook makkelijk te houden. Dus hartstikke leuk. Ja. En anders hebben jullie je poezen genoeg? Ja, nee, dat natuurlijk niet. Nee hoor, we hebben ze ook echt wel apart en we houden dat echt wel als gescheiden natuurlijk.